Ons is in die middel van een pandemie en een crisis en ons is in die kerk bezig om lijdenstijd te vieren. Misschien is het insiggewend dat hierdie twee goed gelijk gebeuren, want ons kan dalk een paar lessen uit lijdenstijd leren oor hoe om tijdens die pandemie eindelijk onszelf beter te kan toerus. Een van die manieren is natuurlijk dat Christen altijd in lijdenstijd gevas het. En in vas leren mensen een fout van die leven. Mensen keer terug naar dit wat simplistisch is. Mensen leren die waarde daarvan om minder te maken. Die tweede is om in die oomblik te leven, om dag tot dag te leven en soos Jesus elke dag net te stap en te kijken wat vandaag oor my pad kom en daarmee die leven in die gezicht te staar. En die derde les is natuurlijk uit lijdenstijd die wonderlijke, dat God self lijden beleef het. En daarom verstaan die Here ons lijden baie, baie goed. En daarom is die Here bij ons en ons hoef ons nie daaroor te bekommer nie.